Dit is een bespreking van paragraaf 54 van Pro Sexto Roscio. In het onmiddellijk voorafgaande heeft Cicero gezegd dat je je toch niet kunt voorstellen dat een vader zijn zoon onterft als hij daar geen goede redenen voor heeft. En hier gaat hij verder met aantonen dat dat motief dat hij onterfd zou worden, dat dat nergens op slaat. Verum, maar, concedo, ik sta toe aan jou, maar ik sta aan jou toe, dat praeterias van praeter ire voorbij gaan, dat jij voorbijgaat aan die dingen die, jij toegeeft niks te zijn. Waarvan jij toegeeft dat ze niets zijn. Concedere betekent hier toestaan, ik sta u toe. En hier betekent het toegeven. Jij geeft zelf toe dat die argumenten niks waard zijn. Cum taces, wanneer jij zwijgt. Door te zwijgen zeg je eigenlijk dat die argumenten niks zijn. Nulla. Illud quidem, dat echter. Echter is een beetje zwaar hier, vandaar dat er tussen haakjes staat. Wat wordt met elud bedoeld? Dat wat erachter staat, voluisse ex heridare in een ACI-constructie, dat hij heeft willen onterven, dus het feit dat hij heeft willen onterven, dat moet jij, debes, toe staat daar, jij moet dat toch, planum vacere, duidelijk maken, kerte. Zeker. Dat punt, het feit dat hij heeft willen onterven, dat moet je toch duidelijk maken. Dus, ergo, zegt Cicero, quid advers, wat breng jij aan? Advers van adverre, verre brengen, adverre ergens naartoe brengen. Wat breng jij dus aan? Qua re, door welke zaak, waardoor? Wij zouden kunnen aannemen, wij zouden kunnen menen, denken. Daarvan afhankelijk een ACI, it factum esse moet je aanvullen. Wat breng jij dus aan waardoor wij kunnen denken dat dit gebeurd is, dat dit gedaan is? Vere, naar waarheid, niets kun jij zeggen. Naar waarheid kun je natuurlijk niets zeggen. Dan krijgt Herucius een wat cynisch advies. Saltem, vingeren, bedenk dan tenminste, dat is saltem, dan tenminste, bedenk dan tenminste iets, aliquid, commode, op een aannemelijke wijze, ut ne plane videaris et facere quod aperte facis, et cetera, opdat jij niet heel erg duidelijk, volledig, fideri weer schijnen, opdat jij niet helemaal schijnt, it te facere, dat te doen, wat jij ook duidelijk openlijk doet. Namelijk, wat doet die Herucius dan? Eluderen, bespotten, de spot drijven, met de dativus in dit geval, fortunis et dignitati, de spot drijven met het lot en de waardigheid, met het lot huius van deze hier ongelukkige, van die ongelukkige hier, bedoelt Cicero zijn cliënt mee natuurlijk, en de spotten drijven met de waardigheid, de dignitas van deze mannen. Zulke, zulke is natuurlijk positief bedoeld, van deze voortreffelijke heren rechters hier. Cicero herhaalt nog een keer de beschuldiging. Hij heeft wel een ex heridare onterven, de zoon. Cicero gaat nu weer Herucius als het ware sprekend opvoeren in een aantal heel korte zinnetjes waarmee die Herucius probeert belachelijk te maken. Dus hij heeft die zoon willen onterven, zeg jij. Kwam op causam, vanwege welke oorzaak, waarom dan? En dan doet hij net aanhalingstekens, dan doet hij net of Herucius antwoordt op zijn vraag waarom dan. Ik weet het niet, ik weet niet. Ex here David ne, dat stukje ne, dat geeft de vraag aan. Heeft hij hem daadwerkelijk onterfd? Vraagt Cicero. En Herucius antwoordt zogenaamd nee. Quis prohibuit, wie heeft dat dan verhinderd? Prohiberen is verhinderen. Wie heeft dan gezorgd dat hij dat niet deed? Cogitabat, zegt Herucius zogenaamd. Hij dacht erover. Cogitabat.
Hij dacht erover. Kuwi Dixit. Tegen wie heeft hij dat dan gezegd? He, dan zou je nog kunnen bewijzen dat hij erover dacht als hij dat tegen iemand gezegd had. Nee, Mini. Tegen niemand, zegt Eurycius zogenaamd. En dan trekt Cicero de conclusie. Quid est aliud, judicio, et cetera, ab uti. Nisi, dat is de hoofdconstructie. Wat is anders misbruik maken van een heleboel dingen als het niet dit is? Als het niet op deze manier beschuldigen, et cetera, is. Dat is de hoofdconstructie. Wat is anders? Wat anders is dan ab uti met de ablatives is misbruik maken van. Wat anders is misbruik maken van de rechtspraak judicio ac legibus en van de wetten en van de majestas, van de waardigheid van u, herenrechters, hier spreekt hij tegen de rechters. Wat anders is dan misbruik maken van de wetten, van de rechtspraak van de wetten en van uw majesteit, dat is net een heel zwaar woord, ad quaestum atque ad libidinem, dat is een suggestie van Cicero aan het adres van Eurycius, voor winst, quaestum, en voor willekeur. Dus Cicero doet hier de suggestie dat die Eurycius daar qua geld het beter van wilde worden, van deze aanklacht. Wat is anders misbruik maken van het gerecht, als het niet is om hoc modo op deze manier te accusaren, te beschuldigen en it te opikeren, quod, en dat te verwijten, aan te klagen, quod planum facere non modo non possis, verum ne coneris quidem. Dit te verwijten wat jij niet alleen niet kunt, planum facere, duidelijk maken, maar wat je zelfs, ne quidem is zelfs niet weer, maar zelfs niet probeert coneris duidelijk te maken. Conari is een deponens wat proberen betekent. Dus de conclusie van Cicero is, dit is toch misbruik maken van de rechtbank en van de rechters die daar onderdeel van uitmaken. Ik denk om daar zelf beter van te worden, Eurycius, want wat ben je aan het doen? Je bent niet alleen een beschuldiging aan het uiten die je niet hard kunt maken, maar je probeert het zelfs niet eens.